Bewoners van een flat aan de Nijmeegse Nocturnestraat schrokken woensdagochtend vroeg wakker van een harde knal. En zagen toen dat op de parkeerplaats meerdere auto's in lichterlaaien stonden. Ze waarschuwden meteen de brandweer die met meerdere eenheden kwam blussen. De metershoge vlammen verwoesten 3 auto's en een bestelbus. Een 5e voertuig had rookschade. Officieel is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.